Melvin, we zijn hier bij jou op de sportschool aanwezig. Ja. We hadden begrepen dat er een nieuwe boxing-influencer aan gaat komen. Ja, boxing-influencers 2, daar zijn we mee bezig. Dus nu bezig, dus we zijn bezig met een goede matchmaking te maken en dan weer deel 2 te doen. Enig idee wanneer dat zal zijn precies? Is dat nog geheim? Het is nog een klein beetje geheim, maar het is wel dit jaar. Nou, de vorige editie was een succes volgens mij. Er zijn ook heel veel volgers, zag ik, op internet bijgekomen. Ja, we hebben echt in een hele korte tijd iets van 50.000 of 80.000 daar in de buurt. Hebben we binnen, ik zal zeggen, 6 tot 8 weken of zo hebben we dat bereikt. En ja, het is hartstikke tof. Hartstikke tof. En het was ook echt hartstikke leuk om te doen. Dus we deden het hartstikke leuk. Ik denk dat de mensen die daar waren gewoon een heel leuk evenement gezien hebben en echt genoten hebben. En heb je er nog positieve reacties op gehad vanuit van allerlei verschillende hoeken? We hebben heel veel positieve reacties gehoord. Ja, natuurlijk hoor je ook altijd negatief, maar vanuit ons hoek hebben we heel veel positieve dingen gezien en gehoord. En daar zijn we blij om. Dus we willen een deel 2 ervan doen. Nou was het zo bij jullie eerste event, dat was eigenlijk aan de gang. En in één keer kwamen er allerlei berichten naar buiten van de Boksbond, die zagen we voorbij komen. Kun je daar een reactie op geven, wat daar precies is gebeurd? Ja, wat daar is gebeurd weet ik niet. Ik heb in de tijd dat wij bezig zijn geweest, hebben wij natuurlijk met de PBA in Engeland. Hebben wij, de vorige keer hebben wij daar ook mee gewerkt en dat ging dan toen via iemand anders. Wij hebben met hun hebben wij bepaalde afspraken gemaakt. Ik heb ook die afspraken doorgecommuniceerd aan de influencers, de atleten zeg maar in principe. Dat we onder die regels gaan vechten hè, van de PBA. De PBA heeft een extra high-risk verzekering, waardoor elke atleet verzekerd is tot een heel hoog bedrag. En omdat het natuurlijk influencers zijn, willen we geen risico nemen, dus hebben wij dat ook doorgecommuniceerd naar iedereen. En toen hebben wij toch ook eventjes gekeken of we toch nog ook met de Nederlandse Boksbond konden werken in het laatste moment. En de Nederlandse Boksbond, het eerste gesprek was heel erg prettig, heel, heel goed. Maar ja, toen hebben wij ook gezegd van oké, wij moeten dan even kijken van of we kunnen kijken dat we natuurlijk alles kunnen omzetten, want de contracten zijn al getekend. Nou, in principe zijn wij, komen wij tot de conclusie natuurlijk dat de verzekering wat de Nederlandse Boksbond heeft en de PBA, dat verschilt echt enorm. Dus daar hebben wij dan, omdat sommige management van de social media of van de influencers gevraagd hadden hoe de verzekeringen zaten, natuurlijk als er wat zou gebeuren en alles. Nou. Toen hebben wij dus toch de keuze gemaakt om toch met de PBA te werken. En hebben wij gezegd dat wij in het volgende event van ons graag de samenwerking met de Nederlandse Boksbond willen doen. De regels die we willen hanteren, dat we die samen kunnen voegen. Nou, dat is in principe zo gezegd, zo gedaan. Is er ook gereageerd nog? Ja, daardoor is op gereageerd dat ze het spijt vonden dat ze niet konden werken met hun. Toen heb ik tegen hun gezegd, ik zeg luister, ik heb al doorgecommuniceerd met de vechter dat wij bijvoorbeeld, want je hebt bepaalde regels die de Nederlandse Boksbond hanteert. Je moet met helm, je moet met shirt, je moet met, weet je wel, nou, al die regels. Nou, wij hebben natuurlijk hele andere dingen doorgecommuniceerd. Ja. Dan kan je dat niet meer terugdraaien. Dus toen hebben wij gevraagd of hun de regels van hun, dat we niet met helm, geen shirt, gewoon je baard of iets anders. Nou, dat kon dus niet. Toen hebben wij dus gezegd, nou, oké, dan houdt het gewoon voor nu op. En dan kijken we voor het volgende event. Dan kunnen we die dingen vroegtijdig in een vroeg stadium kunnen die allemaal tackelen en hè, doorcommuniceren. Toen hebben ze gezegd van eerst kon het niet, toen hebben ze gezegd na de hand van oké, nou we kunnen wel de bokskap kunnen we wel weghalen, maar dan moeten jullie met 18 ounce handschoenen vechten. Nou, wij hadden al doorgecommuniceerd dat we met 14 of 12 ons zouden vechten, dus die jongens trainen daarom mee. We hebben ook doorgecommuniceerd geen bokskap, we hebben ook doorgecommuniceerd geen shirt, weet je. Dus al die dingen, ja, dat vonden de jongens natuurlijk, hè, en wij willen juist het boksen natuurlijk op een manier promoten dat het gewoon, ondanks dat de influencers zijn, dat het gewoon echt is. En dat we ook echte wedstrijden, echte boksbestrijden dus hebben, waardoor de boksport weer omhoog komt.
Dus je zegt ook, ze zijn wel getraind al. Ze waren er al op voorbereid. Ze wisten wat ze te wachten stond. Want er viel natuurlijk een flinke knock-out ook. Ja, maar dat valt wel vooral toch? Natuurlijk. Maar dat kan ook met een hoofdkap. Het is nou niet dat je zonder hoofdkap geen knock-out kan krijgen. Weet je, we zijn niet aan het dammen. Sowieso is boksen is natuurlijk een fysieke sport. Dus dan kunnen dit soort dingen gebeuren. En de jongens hebben goed getraind. Ze zijn goed weggematcht. De lichaamsgewichten wat wij hanteren in de Nederlandse boksbond, we hadden maar maxjes van 3 tot 4 kilo van de afgesproken gewichten. En plus 95 is plus 95. Snap je? Dus dat is gewoon heavyweight. Maar de rest hadden wij maxjes. Hebben jullie ze gewoon echt goed gematcht volgens mij? Nou, er is wel goed gematcht, maar er zit bij sommige zwaargewichten zaten wel 10, 12 kilo verschil tussen. Maar dat is een zwaargewicht, dat is de plus 95 kilo klasse. Maar niet als je 71 bent. En hun 84. Kijk, dat er, denk ik, is nog veel zwaarder dan een bokskap. De scheidsrechten waren kundig. De Nederlandse Boksbond heeft zelfs de hoofdscheidsrechter van Moevedel, die wij hebben, die was PBA-licensed, omdat die de meeste ervaring had. En ook een Nederlandse Boksbond-licentie heeft. Hebben wij hem gevraagd om de hoofdscheidsrechter te zijn. En heeft de Nederlandse Boksbond heeft hem gedreigd om te zeggen van nou luister, als je daar gaat scheidsrechteren, word je gerouilleerd of wordt je licentie ingetrokken. Dat is toch... Dat was voor het eerste event? Dat is voor het eerste event. Dat kan je toch niet zeggen. Dat iemand die gewoon de sport heel hoog heeft zitten en een beoefenaar ervan is en die, hè, dat je dan tegen hem zegt van hé, luister, als je dat doet dan mag je bij ons niet meer scheidsrechten. Dus dan ja... Ik vind dat niet kunnen. Is daar verder nog op doorgepakt door hun? Nee, daar is niet op doorgepakt. Dus, maar ik vertel het nu gewoon. Snap je? Het is niet op doorgepakt. Maar ik vind het gewoon een kwalijke zaak. Dat ik als organisatie die gewoon boxing influencer. Dat wij gewoon de boksport naar een hoger platform willen brengen. Of een hoger niveau ook willen brengen. Gewoon dat er weer bekijkt voor is. Weet je? Ik bedoel, dat moeten ze alleen maar aanprijzen neem ik aan. Snap je? Want zoveel boxing events zijn er. Wij hebben ze heel netjes uitgenodigd. Ja. We hebben een mailtje gestuurd. En op het mailtje kregen wij terug van nou, in principe gaan wij er niet mee akkoord. En wij zien jullie dan als een wild event als jullie het gaan doen zonder ons. En dan zullen ze acties op nemen en hebben ze alle registers opengetrokken om het event te laten annuleren door de gemeente. Mm-hmm. Als je dat wilt doen, hè, als boksbond zijnde, dat je het zelf zeg maar... we waren helemaal uitverkocht, dus ongeveer 2500, 3000 man hadden wij. Dat je 3000 fans, supporters van de sport, wil teleurstellen omdat jij even een punt wil duidelijk maken, dan begrijp ik niet waarom we bezig zijn in Nederland. Als jij de sport voorop zet, dan had je dit nooit gedaan. Is er daarna nog contact met jullie gezocht vanuit de Boksbond of is het helemaal radiostilte geweest daarna? Nou kijk, wij hebben op het event dag zelf... kreeg ik van hun heel veel berichtjes en heel veel dingetjes, maar toen was ik bezig met organiseren. Dus ik zei, nou, ik ben even druk. We gaan later erop, volgende keer gaan we wel eventjes verder praten erover. En de reden waarom is omdat ik op dat moment bezig ben met het event en niet met de Nederlandse Boksbond. Dat doe ik pas de volgende keer. Dus dan heb ik eventjes van mij, heb ik voldoende gezegd. Maar het is niet zo dat ze nog bij jullie lang zijn geweest en dat ze met jullie hun beweegreden hebben uitgelegd of dat jij je woord kan doen? Het feit is dit. Voordat ze al de artikelen naar buiten hadden gebracht, konden ze ook gewoon eens met mij praten van Melvin. Dit of dat, voordat ze gewoon de gemeente belden en ingelicht en de vechtsportautoriteiten om het event te annuleren. Ja, dat staat nergens op, omdat ik niet met hun werkte. Maar ik mocht wel samen onder auspicie van de Nederlandse Boksbond en de PBA, dan mocht het wel. En dan heb je het wel samenwerken met. Maar mocht het dan ook zeggen zonder kap en zo? Mag je dan ook zonder kap? Want dat is bij de boksen natuurlijk niet. Nou, dat weet ik dus niet. Maar daar hadden we dus nog waarschijnlijk over moeten praten. Maar daar hadden we volgens mij iets geregeld. Dat ze dan nog steeds met die 18 ounce handschoenen mochten vechten. Maar hun hebben hun regels ook voor ons aangepast. Om zonder bokskap te vechten. De boksbond, de Nederlandse boksbond. Dus, okay. En hun zeggen ja, je kan gewoon bij ons nu vechten ook met 18 ounce handschoenen. Snap je? Zonder bokskap. Dus. Ja, dat zijn dingen dat ik bij mezelf denk, ja oké, okay. Het is zonde, snap je? Maar nu voor het vervolg dan, hè? Want jullie gaan natuurlijk met editie 2 komen. Nou, dat zal ongetwijfeld net zo'n succes zijn. Ik bedoel, er zijn zoveel volgers en ja, dat zal alleen nog maar succesvoller worden, denk ik dan voor jullie.
is er nu alweer contact met de Boksbond daarover? Of hebben jullie ze nog niet ingelicht? Of zeg je van nou, ik vind het prima, maar ik ga gewoon op een andere manier te werk, zoals ik wel heb gedaan. Ik denk dat we een hartstikke en een hele leuke en goede Boksbond al hebben, de PBA, waar we gewoon mee werken en dat we daar waarschijnlijk mee door zullen werken. En ja, dat is wel iets dat ik denk van, daar ga ik wel weer gewoon mee doorwerken, ja. En heb op het moment dat iemand natuurlijk het event wil annuleren omdat ik niet met hem wil samenwerken, dan weet ik niet of de samenwerking in principe dan daarna nog goed kan zijn tussen zo. Weet je, dus dat is dan niet denk ik een ding. Ja, ik denk dat dat niet een goede vertrouwensband is om dan zo te beginnen, snap je? Weet je, ik bedoel, ja, ik denk het niet. Dus. En zeg maar voor de nieuwe editie, daar zijn natuurlijk denk ik al nieuwe matches, zijn jullie al mee bezig? Ja, zullen we weten of? Ja, als jij ze al mag vertellen, al wil vertellen. Nou, we zijn bezig met... Dat krijg je nog van mij te horen. Hartstikke goed. ja. Nou, is er nog iets wat je anders wil mededelen? Ik denk dat, dat de boodschap gewoon duidelijk is. Jullie komen met een tweede editie. Ja, we gaan een tweede editie, een leuke editie. En dat is hartstikke leuk. Nou, voor de rest mogen wij niet klagen. Ik denk dat we gewoon er een heel leuk event van gaan maken. Ja. Snap je? Ik denk dat dat nu alles wel gezegd is. En ik hoop dat we naderhand terug kunnen kijken dat dit gewoon passé is. Nou, super. Heb iets moois gedaan. Nou, Melvin, dank je voor je tijd. En, ja, we gaan dat zeker volgen.